Het is de Nationale Sportweek en vandaag is het tijd voor de 10-10 Challenge. We houden allemaal van bewegen, want sport geeft je een boost. We gaan zo dadelijk bij de IKC De Regenboog De Staart, gaan we de school in, want de kinderen zitten al stil in de les. Maar dat gaat zo veranderen. Kom mee. Ik zie al een klas met leerlingen zitten. Goedemorgen. Hallo. Ja. Hebben jullie een beetje zin in vandaag? Wie van jullie doet aan sport? Oh. Welke sport doe jij? Zwemles. Paardrijden. Volleybal. Voetbal. Vlierrunnen. Vlierrunnen. Kickboksen. 1, 2. Oké, nee, ik zie het al. Ik ga snel weg. Weten jullie waarom sport zo belangrijk is? Ja. Dan word je fit. Dan word je fit. Je conditie en je lichaamsvorming. Het helpt je ook goed met nadenken en je ritme en je slaap en al. Fantastisch. Ze weten het hier allemaal. Ze hebben meer verstand van sport dan ik. Hebben jullie een beetje zin om te bewegen? Ja! Yeah! We gaan beginnen. Kom op. Let's go! Welkom allemaal bij de 10-10 Challenge! Yeah! Hier hebben we er allemaal super veel zin in. Ik hoop jullie in de klas ook. De 10-10 Challenge, dat zijn 10 verschillende oefeningen van 10 verschillende sporten. En de eerste oefening is een warming-up. De warming-up bestaat uit nummer 1... rennen, doen jullie mee in de klas? En oefening 2, die is wat lastiger. Dat is namelijk hordenlopen. Je doet alsof er een hekje voor je staat. Je springt met één been eroverheen en met de andere been zijwaarts. Dus rechts, links. Zijn jullie er allemaal klaar voor? 3, 2, 1, rennen! Heel goed! Gebruik goed je armen, doe je mee! Rennen! Zo snel mogelijk! Ja, heel goed jongens! Netjes! Moet je armen mee! En we gaan iets meer, hoger met de knieën. Ja, hoger, hoger! Worden jullie al een beetje warm? Ja! Oh, hé! Hey, daar komt een horde! 3, 2, 1! Yes! En nu met je andere been. 3, 2, 1! Ja, heel goed! En sneller, sneller, sneller. Hé, hey, daar zie ik 3 hordes achter elkaar. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Heel goed. Rennen, 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 rennen. Daar zie ik de finish. 3, 2, 1. Go. Ja. Zijn jullie allemaal een beetje warm, jongens? Ja. Oké, dan gaan we nu naar de volgende oefening. Oké, de volgende oefening is zwemmen. Wie vindt zwemmen allemaal heel erg leuk? Yes! We beginnen zo meteen met schoolslag. Wie kent de schoolslag? Ja, doe maar een beetje na. Oké. En dan gaan we daarna snel door naar de rugslag. Achteruit. En dan finishen we met de borstkraal. Oké, we gaan beginnen met 3, 2, 1. Ja, duiken erin en zo lang mogelijk onder water zwemmen. Ja, zwemmen. Ja, we komen weer boven. En schoolslag. Schoolslag. Ja, helemaal naar de overkant. Helemaal naar de overkant. Allemaal goed meedoen. Ja, en dan tikken we aan naar de muur. En dan gaan we de rugslag. Ja, rugslag. Pas op voor de mensen om je heen. Rugslag, rugslag. Rugslag. Ja, is nog een beetje. Oké, en dan tikken we weer aan. Keren we en dan gaan we zo hard als we kunnen boskraal zwemmen. Boskraal, 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 boskraal. Zwemmen, 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 zwemmen. En nog een beetje sneller, een beetje sneller. Snel, snel, snel. Sprintje, sprintje, sprintje. Ja, klein stukje, ja. Zo snel mogelijk. Doe je best, ja, doe je best. Zwemmen, 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 zwemmen. En dan tikken we weer aan. En yes, we hebben gewonnen. Hey! En dan is het nu tijd voor de volgende oefening. Namelijk voetbal. Voetbal bestaat uit de volgende onderdelen. Schieten, koppen en een schijnbeweging. Zijn jullie er klaar voor? We beginnen met schieten. 3, 2, 1, hoppa, let's go! Goed zo jongens! Hey! Harder jongens, harder, let's go! Oké, door naar de volgende. Koppen. 3, 2, 1. Hoppa. Goed springen, jongens.
Hoger, hoger. Let's go. Zo hoog als je kan, jongens. En dan de volgende, de schijnbeweging. Komt-ie. Hey, schijnbeweging. Misleid je tegenstander. Goed zo, jongens. Leg voeten weg. Hoppa. Oké, we gaan weer dribbelen. We hebben de bal weer. We gaan even schieten. Ik zie het doel. Het doel is al in zicht. We staan voor het doel. We hebben de bal. We schieten. En we scoren. Dat was hem. We gaan door naar de volgende oefening. En dat is touwtjes springen en boksen. Zullen we het even oefenen eerst voordat we gaan beginnen? Touwtjes springen, handen opzij en de lucht in. En draai maar. Touwtjes springen en boksen. Handen naar voren. Ja, oh, jullie weten het al. Nou oké, dan kunnen we van start gaan. We gaan touwtjes springen in 3, 2, 1, go! En springen maar, ja. Hou vol. We gaan door. Gaat het? Oh. Hoger. Benen goed in de lucht. Dat is hem. En boksen. Directe stoten. 1, 2, 3, 4. Ja. Beetje kracht erin. Beetje tempo. Gaat het goed bij jullie jongens en meisjes? Ja. Gaat het goed bij jullie? Ja. En ga door. Heel goed. En dan gaan we nou een hoek doen. Zo, 1 en 2. Links en rechts, ja. Pas op dat je jezelf niet voor je kaak slaat. En we houden er een tempo mee. Iets sneller. Let's go. 1, 2. En nog zo. Ja. Omhoog. Lekker. Omhoog. Helemaal van beneden. Hè? Gebruik je heupen. Omhoog. En 3, 2, 1. Adempauze. En dan is het nu tijd voor de volgende oefening en dat is tennis. We hebben natuurlijk een tennisracket, we hebben een tennisbal. En daarmee gaan we natuurlijk hele goede oefeningen doen. Dus hou je racket goed vast. Pak maar allemaal met je rechterarm de tennisracket vast. We hebben in de linkerhand de bal. En dan ga ik aftellen en bij het aftellen gaan we stuiteren. Gooi hem in de lucht en dan slaan we hem. Dus 3, 2, 1. Stuiter. In de lucht gooien en slaan zo hard als je kan. 3, 2, 1. Stuiter. Slaan, ja! Stuiter, opgooien, slaan. Stuiter, opgooien, slaan. 3, 2, 1. Stuiter, in de lucht gooien en slaan zo hard als je kan. Stuiter, in de lucht, slaan. Oké, allemaal tegelijk. Goed opletten, niet die kant op kijken. Stuiter, in de lucht en zo hard mogelijk slaan. Stuiter, in de lucht, slaan. Stuiter, in de lucht, slaan. Goed zo. 3, 2, 1. Stuiter, slaan. Ja. Stuiter, opgooien, slaan. Stuiter, opgooien, slaan. 3, 2, 1. Stuiter, in de lucht. Bam. Zo. Hartstikke goed gedaan allemaal. En we gaan door naar de volgende oefening. En dan nu gaan we door naar basketbal. Basketbal bestaat uit dribbelen, schieten en scoren. Zijn we er klaar voor, jongens? Ja! 3, 2, 1. Yes, oké. Kom maar door elkaar. Sneller. Heel goed. En de schijnbeweging met je linkerhand, met je rechterhand. Misschien een keer tussen je benen door. En wanneer ik aftel van 3 naar 2 naar 1, dan gaan we schieten. 3, 2, 1, schiet. Hey, en we gaan weer dribbelen. Oké. Dribbel. Dat kan sneller. Door de benen. 3, 2, 1, schieten. En nog een keer. Door de benen. Dribbel. Sneller. Kom maar. 3, 2, 1, schieten. Nog een keer. Dribbel. En dan nu het leukste, jongens. Ik zie de ring in de verte. Hij komt dichterbij. We gaan schieten en scoren. Komt-ie. Wie het hardst kan juichen. 3, 2, 1, schiet. Score! Deze oefening is schaatsen en overstappen. We gaan de handen op de rug doen en dan gaan zo de benen opzij. Even oefenen.
Ja, naar de zijkant. 1 en 2. Overstappen, let op. Dus als je de bocht in gaat, 1 voet naar voren en naar de zijkant. Weer een voet naar voren en naar de zijkant. En aan de andere kant, 1 voet erover langs en de zijkant. 1 voet erover langs. Dat is hem. Heel goed. Fantastisch. Natuurtalenten. In 3, 2, 1. Schaatsen maar. 1 en 2 en 3. En we proberen wel een recordtijd te verbreken. Hè? Dus een beetje snelheid erin. 1 en 2 en 3. Dat is hem. Goed zo. 1. En 2. En 3. Hou vol. Hou vol. Blijf schaatsen. Wat een mooie schaatsbeweging zeg. Iets lager. Beetje door de knieën zakken. Ja, wij hebben morgen allemaal spierpijn. Allemaal spierpijn. En zo horen we het graag. Zien jullie het, jongens en meisjes? We gaan al een bocht in. En wat doen we als we een bocht in gaan? Dan gaan we overstappen. 1 voet langs de andere. En achterlangs. Nog een voet. En achterlangs. Andere kant. Overstappen. Voet voorlangs. En weer normaal staan. Voet voorlangs en weer normaal staan. En door met schaatsen. En nog door. Heel snel. Kom op. Let's go. Zo. En de finish is in zicht. We gaan de laatste eindsprint doen. En iets sneller. 3, 2, 1. En even rusten. Zo. Hoe ging het bij jullie? Goed. Door naar de volgende. Volleybal. Ik zit zelf ook op volleybal. Ik vind het super leuk. En ik ga jullie laten zien waarom. We beginnen met blokkeren. Dat ziet er zo uit. En daarna gaan we aanvallen. Dat ziet er zo uit. Hé, hey, we gaan slaan. We slaan tegen de bal. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Blokkeren. Oké. Okay. Zo hoog als je kan, jongens. We willen de aanval van de tegenstander stoppen. Van links naar rechts. Dat kan hoger, jongens. Dat kan hoger. Heel goed. Heel goed. Hoger, 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 hoger. Oké. Okay. En dan gaan we door naar de volgende, namelijk aanvallen. Zo hard mogelijk slaan, jongens. Zo hard mogelijk slaan. Met links, met rechts. Hoog springen, jongens. Hoog springen. Goed zo. Hey. Hey! Oké. Okay. Zo hard mogelijk tegen die bal aanslaan. Harder. Harder. Hoog springen, jongens. Hoog springen. Goed zo. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Ik hoop dat jullie nog een beetje energie over hebben. Want we gaan door naar de volgende. We gaan nou dansen. En niet zomaar dansen, we gaan de salsa doen. En na de salsa is er nog even tijd om te freestylen. En dan mag je helemaal uit je plaat gaan en doen wat je kan. We gaan het even oefenen. Salsa is eerst 1 voet naar voren en naar het midden. Andere voet naar achter en naar het midden. Dat is de basis van salsa. Hebben we die door? Snappen we? Hebben we er zin in? Ja! Met z'n allen gaan we aftellen. 3! 2, 1, salsa! En een rondje, een rondje. Andere kant. En salsa. Alright, ga door, ga door. En ook achterin even goed die stappen. Ja, dat zijn ze, dames. Heel goed. Oké, okay, dan gaan we freestylen. Dan gaan we even helemaal uit onze plaat. In 3, 2, 1. En dat is maar. Laat me alles zien. En jump, jump, jump. Hey, wat is dat? Hey, hey. En de handen erbij. Hey, 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 hey. De licht in. Hey. En dan zijn we er bijna. In 3, 2, 1. En ademen maar. Goed gedaan. Ging het allemaal goed bij jullie? Ja. Fantastisch, wat de energie. We zijn alweer beland bij de laatste oefening, namelijk de cooling down nummer 10. Jullie hebben net 9 andere oefeningen gedaan. Hartstikke goed. En cooling down is om het lichaam af te koelen. Dus we gaan een beetje stretchen. Doe mij maar na. In 3, 2, 1. Zijwaarts stretchen. Heel goed. En probeer dieper. Probeer dieper. Zo diep mogelijk. En naar de andere kant.
Oké, jullie doen het allemaal hartstikke goed. En maak je maar lang. En raak je tenen aan met gestrekte benen. En kom maar omhoog en op één been staan. En de andere kant. Probeer je balans te zoeken. Heel goed. En met je hand over jezelf. En naar de andere kant. Oké. Super goed gedaan allemaal. Jullie hebben het top gedaan. Yay! Applausje voor jezelf. Dit was alweer de 10 at 10 challenge van 2023. En jullie hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. Ik hoop dat jullie allemaal blijven sporten, want dat is natuurlijk super gezond. Zijn jullie er allemaal bij volgend jaar? Ja! Ja!